We breiden nog een vervolg aan deze Europese berichten met Europa-kenner en trendscolumnist professor Mark de Vos. Een heel goede avond. Goedenavond. Dat gedoe over die Europese natuurherstelwet, hè, wijst dat niet op echt een kentering in de gedachten in Europa? Hè, de standpunten ook, want toen die Europese Green Deal werd voorgesteld en goedgekeurd een vijftal jaar geleden, toen hadden we nog het idee van dat gaat de industrie stimuleren, we gaan voorloper zijn in Europa, dat gaat jobs creëren, groene jobs. Terwijl je nu ziet, ja, industriëlen en boeren die zien dat echt als een bedreiging momenteel. Hè? Ja, je kan echt zeggen dat politieke momentum waarbij Europa eigenlijk de vlucht vooruit nam in duurzaamheid, dat gekeerd is. En dat is vooral omwille van de realiteit. De wereld waarin Europa dat heeft beslist, is totaal veranderd. Ja, vlak voor de Oekraïne. Vlak voor de Oekraïne-crisis, die dan een energiecrisis is geworden. Dan de Verenigde Staten die zich protectionistisch beginnen opstellen. De relatie met China die daardoor eigenlijk een beetje heel moeilijk ligt voor Europa, maakt dat Europa moeilijk nog economie en ecologie kan verzoenen. En dat hebben we in de aanloop van de Europese verkiezingen, ook met de boerenprotesten, heel duidelijk de druk op de ketel bleef toenemen, waardoor dat een deal die eigenlijk gesloten was, eigenlijk deze natuurherstelwet was eigenlijk rond. Het was een formaliteit, zo gezegd. Eigenlijk tijdens de pre-electorale periode uiteindelijk niet lukte, om nu weer wel te lukken. Maar het is toch wel, denk ik, de laatste ademtocht van dat Europa. Ja. Ik denk dat de klemtoon in de volgende jaren echt zal gaan over defensie, veiligheid, industrie, competitiviteit, interne markt. Allemaal dingen waar ook het Belgisch voorzitterschap heeft op ingezet. Mm. Die topjobs waar vanavond wordt over gedineerd in Brussel, daar zou dan wel vlottere overeenstemming over zijn. Ook juist misschien omwille van de druk, bijvoorbeeld van extreem rechts in Frankrijk. Hè? Want waardoor Macron dan verzwakt is aan die onderhandelingstafel over die jobs? Ja, ik denk dat er een paar factoren meespelen. Uiteraard, de resultaten van de verkiezingen zijn dat de partij van mevrouw van der Leyen de grootste is gebleven in het Europees Parlement, waardoor dat zij in pole position ligt. Meneer Scholz is zo verzwakt in Duitsland dat hij niet in staat is om daar een alternatieve kandidaat uit Duitsland voor te nemen. Meneer Macron had voor de verkiezingen gezegd, misschien Draghi als een soort joker naar voren brengen. Maar Macron, ja, dat is la déconfiture in Frankrijk. Ja, ja. Dus die staat nu ook zwak. Terwijl dat de externe druk op Europa natuurlijk gigantisch groot is. Hè. Wij moeten zowel ten aanzien van Rusland, ten aanzien van de VS, als ten aanzien van China, moeten wij een vuist kunnen maken. En daarom is het belangrijk dat men heel snel die consensus heeft gevonden. Maar wil dat dan ook zeggen dat de Frans-Duitse as, die de sterkhouder was in Europa, of de richting, marsrichting bepaalde in Europa, zeg maar, dat die voor de komende legislatuur alvast er niet zal zijn? Wel, Duitsland zal waarschijnlijk volgend jaar een nieuwe regering hebben. Misschien hopelijk een sterke regering. Macron moeten we nog afwachten wat zijn gok met vervroegde verkiezingen van het parlement zal geven. En als die slecht uitdraait, blijft hij nog altijd president. Maar verzwakt dan inderdaad. Maar een verzwakte president die misschien gewoon alles kan geven voor de toekomst van Frankrijk. Dat is niet ondenkbaar met iemand als Macron. Maar op dit moment zit hij echt daar in die totale onzekerheid en is zijn positie te labiel. Terwijl, u zegt het al, Europa wel grote problemen zal moeten aanpakken op defensievlak, onder andere op industrieel vlak competitief zijn. Ja, misschien eurocommissarissen op die posities daar specifiek voor nodig? Dat is een van de vragen die het Belgisch voorzitterschap van de EU eind deze maand zal moeten beantwoorden. Moet het portefeuilles herschikt worden binnen de Europese Commissie, zodanig dat die nieuwe wereldrealiteit voor Europa gereflecteerd wordt in de manier waarop de politieke bevoegdheden worden samengebald in een commissie. Ik denk dat dat logisch zou zijn. Ja. Moesten we rond industrie, defensie en ook misschien interne markt misschien een beetje versterken met meer dan alleen maar marktwerking. Zodanig dat ook mevrouw van der Leyen, denk ik, wat minder alle touwtjes naar zich persoonlijk toetrekt. Dat ze meer met een team moet beginnen werken. Ja. En dat zou dus een beetje de nalatenschap van het Belgische Europese voorzitterschap dan zijn. Want ja, de Hongaren nemen het over van ons en misschien wil men nu nog een aantal dingen in stelling zetten, precies om te vermijden dat die het gaan blokkeren. Ja, kijk, sowieso is het een strategisch voorzitterschap waar voor de komende legislatuur wordt nagedacht over de toekomst van Europa. Er zijn belangrijke rapporten over de interne markt van Enrico Letta. Er komt nog een Draghi-rapport volgende maand. We zullen zien hoe dat allemaal landt eind deze maand. Nadien heb je een soort interbellum, om het zo te zeggen, met Hongarije. Maar dat zal snel voorbij zijn, want we moeten nog alle benoemingsprocedures en goedkeuringsprocedures in het parlement krijgen. Dat is voor na de zomer. En Polen staat al klaar 1 januari. En Polen die gaan er wel een lap op geven, hoor. Oké, dat gaan we dan inderdaad opvolgen. Dank u wel om ons bij te praten over Europa. Graag gedaan.